Even een disclaimertje voor alle kids die dit kijken. Doe dit vooral niet na thuis. En doe dit ook niet zonder je ouders. Want dat mogen Lulon en Lucilla en Luxie ook niet zonder mama. Van huis. Ja, 30 meter. Hop, de belling gaat. Lucilla aan. Over de hoek. Krokodil. Zo, nog laatst. Daar gaat hij. 30 meter verder. En dan komen ze hier. Doe de bush push. Komt er zo aan. Lucius. Ja, dat. Maar weet je wat ik ga doen? Pak tak, Luxie. Hele goeie morgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog, jongens. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is vandaag zondagochtend. Zondagochtend 10 uur. We hebben uitgeslapen, jongens. Heel erg. Vooral nu al heeft het langst in bed gelegen. Ja. Allemaal. Half tien. Nou, we zitten even lekker te ontbijten en ondertussen waren ze even lekker in Netflix te kijken. Ja. Nou, dus kijk vandaag weer. Gezellig? Met ons mee. Nee. Gezondheid. Nog een beetje het snotteren. Dat zullen zien. Zo, en volgens mij heb ik zo meteen lekker 10.000 stappen gezet. Als we thuis zijn, dat was een lekker rondje. Door de wildernis. Hup, hebben ze? Thuis. Ondertussen schijnt het zonnetje heel lekker naar binnen toe. Maar is het nog wel een beetje fris buiten? Daniel die is de honden uitlaten. Die zegt van nou, eigenlijk ga even een rondje doen. Maar als hij zegt van ja, wat kunnen wij eens gaan doen vandaag? Het is vandaag zondag. Niks op de planning, zoals jullie wellicht weten. Maar kunnen jullie nog herinneren dat wij in ons oude huis een keer gingen apenkooien? Ja! Kun je dat nog herinneren? Ja. Misschien heb ik daar nog wel een beeldje van. Springen, zelf bedacht, want de grond is. Dan glijden we naar beneden, Silla die rolt. Dan springen we. Kijk uit, hè? Oh, die vond ik wel leuk, mama. Ja, in een wedstrijdje doen. Ga dit nou durven? Later. Misschien leek het me wel een leuk idee om dat vandaag eens in dit huis te gaan doen. Ja, hier hebben we dat nog nooit gedaan. Ja, dat klopt. Voor degene die even niet weet waar ik het over heb. Apenkooien is, ja, wellicht alle kinderen onder ons kennen het wellicht wel. Oh, Lucius wordt wakker. Dat doe je eigenlijk ook in de gymzaal. Dan zet je overal dingen neer en dan kan je er overheen als een soort aapje overal over die hindernissen heen lopen. En dat dan in onze hele kamer. Maar goed, ik ga eerst even Lucius uit zijn bedje halen. Kinderwagen. Hij was in de kinderwagen slaapgevallen bij Daniel. Wou jij ook meedoen? Wou jij ook meedoen? Wou jij ook meedoen? Och, lekker slaap. Je gaat een lekker slaaphoofdje. Nou, ik ga eerst even Lucius voeden, jongens. En dan gaan we eens even kijken. Misschien is wat dan wel misschien een leuk idee is. Als jullie al een klein beetje gaan kijken. Wat we kunnen gebruiken en doen. We hebben natuurlijk nu aanzienlijk wat meer ruimte dan als in ons vorige huis. Dus we kunnen nu gewoon een mega apenparcours maken door onze kamer. Maar waar is het begin? Ja, misschien is het leuk als we bijvoorbeeld beginnen hier bij de keuken. Alsof dit zeg maar een start is. Dan, dat je dan hier opklimt. Dus dan de bedoeling dat je overal opklimt en overheen. Ja, dat weet ik. En dan gaan we vanaf hier gaan we iets doen. Hier moet je helemaal hier naartoe. En dan ja. Op die stoel. Ja, maar misschien hebben we zo meteen deze stoelen ook nodig voor daar zo, hè? En dan kom je op die bank en dan gaan we helemaal rond. Dat kan ook. Dat kan ook. Kijk. We gebruiken deze. Nou, ze gaan al beginnen. Dit doet. Ik zie jou. Nou, als jullie even gaan kijken hoe of wat, dan ga ik even deze. Ja? Hier, dit gaat hier zo naar de tafel. Over de tafel. Ja. En dat we dan iets nog zo door de bar ja. En dat we dan daar naar de woonkamer. Die mag dan ook. Ja. Ga je gang. Je kunt ook eerst even kijken wat voor attributen we allemaal hebben in huis. Je kunt ook bij het zwembad kijken wat daar allemaal ligt. Wat voor attributen. Ik denk dat dit wel goed is. Zo, we gaan eens even zoeken naar spullen die we kunnen gebruiken. Om als aapjes over te lopen. Het is hier inderdaad heel koud. Oh, ik denk dat we via het is niet geïsoleerd, dus het is hier koud. Deze. Oeh, oh, maar die is wel heel groot, hè? Ja. Ja. Jij zegt dat is wel welkom. Ja? Nee. Kunnen jullie die pakken? Nee, die is wel heel groot. Dan moet ik even Lucius even wegzetten, dan kan ik hem wel pakken. Ja, zo groot ding. En je kunt ook zo'n pizzapunt meenemen. Kun je op springen, of een soort springkussen. Dat is misschien ook wel grappig. Hebben?
Oh, je hebt hem. Ja, wacht even. Ik ga je even helpen. Nou jongens, ik heb even mijn trui uitgedaan. Ik kreeg het er namelijk erg heet van. We zijn een heel tijdje verder en hebben een heel spectaculair gebeuren hier allemaal gebouwd. Ook nog daarachter in de kamer. En ze zeiden, kom, we gaan gewoon door het hele huis. Dus ze zeiden, nou, bij het zwembad nog veel meer vlootjes in de pakken. Die ze helemaal door de lange gang kunnen gaan leggen. Als een soort hindernisbaan. Oh, goed zo, de boomstam. Oh, oh, oh. Die pak ik wel, schatje. En de zeemerminnenfin, die kan ook nog wel, ja. Die heb ik nog heel lang door de gang mee. Goed zo. Daar zit ik dan. In de garage. Op het heerlijke grasmaaiertje. Kijken of die nog start. Heel leuk. Altijd voordat ik ga grasmaaien. Even kijken naar mijn eerste collages. Hier begon ik als 17-jarige krantenjongen. De beslissing maken eigen baas. Nooit vergeten waar je start. En waar je moet. Nou, we zullen het niet doen. 1, 2, 3. Door de speelkamer. En gang. En door de gang. En Lucius die denkt, wat is dit allemaal? Wat is dit allemaal? Oké, zo ziet het er nu uit. Ik kan niet eens meer gewoon daar doorheen. Dus we lopen even hierheen. Kijk, dit is dan zometeen het startpunt. En dan gaat het uiteindelijk hier ook weer ergens door. Zo. En dan gaan we hier. Ja, Luan die heeft even het konijn in een hok. Want we willen ze namelijk Peppy van zijn tos lopen. Volgens mij krijgt Luan er niet. Krijg je hem niet? Nee. Och, joh. Oh. Hij is stickertje te spelen. Ja. Peppy wil, ik wil mee apenkooien. Mama, kijk, zie je het? Ze zijn er een wc'tje. Oh, wat goed. In het wc'tje geplast. Wat zijn ze hier allemaal aan het doen? Loopt zo op de tafel. Nou, ze hebben hier ook een heel parcours gemaakt. Zullen we zien? Op de kussen. Ja. En dan ga je helemaal op die. Daar. En dan. Oké. En dan naar de gang. Oké. Okay. Kijk, en Daniel die zit weer vanouds op zijn grasmaaier. Want dat hooi blokje wel lekker zo te zien. Heeft hij goed opgegeten. Kijk, Peppy is helemaal moe van het rondlopen in de speelkamer. Die ligt lekker erbij voor Pampus. Er zijn de hele tijd al druk met allerlei dingen overal vandaan halen. Ze worden steeds enthousiaster van, oh ja, we gaan daar ook nog doen en daar ook nog doen. En ze willen nu nog door de gang heen. En vlootjes van het zwembad zijn dan daar ook een soort van... ding om overheen te kijken op de kamer. Oh. En van de speelkamer gaan we hier door de gang. Zo. Nou, er komt nog meer aan. Nou ja, dat wordt een hele... Met een stormbaan wordt dit. Duxie gaat ook nog meer halen. Duxies. We zijn nog steeds bezig aan het bouwen. Luxie die is daar met Lucius leuk in het terrein in het loopwagentje. Volgens mij zijn ze nu bij het einde. Ze wilden de hele gang door en dan, dat was dan het einde. Kijk, helemaal daar is het einde. Zijn jullie al klaar? Bijna. Kijk, hier allemaal vlootjes op de grond. Zelfs een koffer ligt erbij. Kussens, ballenbakbootje. Een deken. En dan hier over stoelen. Over de beer. Klaar. Over, och jongens toch. Dit is wel echt een mega lange apenkooibaan. En dat is het einde. Daar. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, en dan is dit inderdaad het einde van de apenkooibaan. Nou, dan ben ik benieuwd hoe die gaat worden, jongens. Kom, naar het begin. Dan gaan we naar het begin. Dus jij is al begonnen. Nou, we houden even een korte pauze. Luan heeft stroopwafels gepakt en even een beetje drinken. Want ze hebben heel hard gebouwd. Ja. En het is een hele lange baan geworden. Ik ben benieuwd hoeveel meter deze zal zijn. Ja. Hoeveel meter zou deze baan zijn? Het is misschien nog wel een mooie om uit te rekenen.
Hoeveel stappen? Ik zal nu al even kijken hoe lang de baan is. Of Lucie is weer een lekker appeltje om te kauwen. Op te sammelen. Och, jongen toch. Ja, ze zijn allemaal nog een beetje snotterig. Van afgelopen week. Ja. En dan gaat hij een beetje met zijn tandvleestandjes. Er beginnen tandjes aan te komen namelijk. Je ziet ze nog niet, maar je voelt al wel de puntjes. Dat vindt hij weer lekker. Ja. Ga je zo ook over de stormbaan? Oh, dat zou hij willen. Dat zou hij willen, maar hij is toch iets voor het iets te grote kindjes, hè? Wij gaan samen kijken hoe de kindjes van de stormbaan gaan. Het is eigenlijk een apenkooibaan. Het is dus de bedoeling dat ze overal overheen klimmen, erop klimmen, onderdoor, dat soort dingen. Zonder dat ze zeg maar de grond aanraken. Het is een beetje, ik weet niet, is het een beetje te vergelijken met vloerenslava, apenkooi? Of is het toch wat anders? Oh, dus Silla zegt, de vloer is lava is een spel. Dan moet je gewoon heel snel ergens opspringen. En de apenkooi is gewoon een baan. Dus dat is het verschil, jongens. Mocht je het al afvragen. Nou. Maar je kan, wat? Wat? Wat zeg je nou? Het is een soort van. Het is een soort van de vloer is lava, want je mag niet op de grond komen. Ja. Maar dat is eigenlijk ook apenkooi. Mama deed vroeger ook apenkooi. Dat was mijn favoriete spel bij gym. Altijd als we gingen apenkooien, dan was ik helemaal in mijn element. Overal overheen, over die bar dingen heen springen. En over trampoline, in de ringen hangen. Hebben jullie ook ringen in de gymzaal? Ja. Ja? En over rekstokken lopen en klimrek lopen. En dat was een apenkooi en dat ging dan door de hele gymzaal. Ja, dat vond ik vroeger altijd zo leuk, dat kan ik me nog herinneren. Hé, mama. Ja? Ik kom bij die ringen waar je aan kan hangen. Oh. Daar kan ik op staan, helemaal bij de zelf. Wauw, je bent dan een kleine acrobaat. Geoefend. Ben je daar geoefend op, Gim? Nou, had je ook al een koekje? Oh ja, dit was volgens mij jouw drinken. Oh, die staat daar. Oké. Okay. Nou, als we zometeen ons drinken op hebben, dan gaan we beginnen. We hebben een hele mooie regenboog hier neergezet, zoals jullie zien, hier. Dit is het, het startpunt. Dus vanaf hier gaan ze de apenkooibaan op. Ik ben benieuwd. Maar eerst even eten. Eerst even een koekje eten. Huh? Wat? Nou, oh, Johan is weer terug. Dit. Okay. Johan is terug van het uitrekenen hoe lang de apenkooibaan is. Daar komt ie. Hoeveel stappen heb jij gezet? 134. 134 meter? Ja. Zo. Dat is volgens mij de langste apenkooibaan ooit. 134. Voor in huis. Voor... 134 is best veel. Dus 134 meter? Nou, dat is bijna onze oprit. Die is 200 meter. Maar een apenkooibaan. Ja. Nou, dan gaan we zo maar eens beginnen. Als de koek op is. Kijk hoe leuk hij dat appeltje eet, jongens. Hij eet hem niet echt. Hij schraapt hem, dan pakt hij met de hand. Ik kan hem zelf heel goed pakken. Pak hem maar. Goed zo. Goed gepakt. En dan schraapt hij er met zijn lipjes zo overheen. Hop, daar gaat hij weer. Pakt hij hem zelf erop. Is dat zo lekker? Is dat zo lekker, een appeltje? Ja. Is lekker voor je tandjes, hè? Is het lekker voor je tandjes? Hoor je dat geluid? Oep. Vloep, daar was de appel weer. Oh, daar was de appel weer. Waar is hij nou? Hier is hij weer. Pak het maar weer. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Horen jullie dat geluid? Als hij op die appel zit te bijten. Dat tandvlees gaat dan over die appel heen. En dan hoor je zo'n leuk geluidje. Maar hij kan nog niet echt stukjes eraf bijten, want hij, de tandjes zijn er nog niet door. Je voelt ze wel met de vinger, de puntjes komen. Ja. Maar je ziet ze nog niet echt, hè? Nee, dat nog niet. Nee, dan moet je nog even wachten. En dan nu verklaren we de apenkooibaan van de Bellinga's als ge... Oh.
opent! 12 uur af. Oeh, jongens. Hier is het begin van de apenkoorbaan. Zometeen gaan jullie onder Cilla en Luxie. Eén voor één. Hier overheen. Ja? Maar jij moet vasthouden. Mama gaat vasthouden, jazeker. Hier overheen. Dit is de brug naar de tafel toe. Ze kruipen hier overheen. Over de stoelen. Enzovoort. Ze gaan zelf de baan laten zien zometeen hoe die gaat. En Lucius die denkt, maar ik wil ook mee. Luanie gaat als eerste. Goed? Over deze, ja. We doen geen wedstrijdje, we doen gewoon rustig. Goed zo, jongen. Niet naar beneden kijken, het ravijn in. Niet het ravijn in kijken, jongen. Valt hij er vanaf? Ja, bijna. Ja, we zijn er bijna. Bijna. Kijk, op de tafel. Goed zo. Nou, Luan die gaat verder. Nou gaat Lucilla. En daar komt Lucilla aan. Die gaat als een speer. Die gaat als een speer eroverheen. Hoppatee. En daar komt onze Luxie aan. Kruip maar overheen, Luxie. Wij eerst vasthouden. Wij houden hem vast, met z'n allen. Daar komt ze hoor. Goed zo. Kijk daar gaan. Kijk daar gaan. Ja, nou, de eerste hindernis hebben jullie getrosseerd met z'n drieën. En dan, waar gaan we dan heen? Kom maar, volg me maar. Volg grote broer maar. Ja, het wiebelt allemaal wel een beetje natuurlijk. Oh. Kan ik het zien? Ja. Over de stoelen heen. En dan tussen de hindernissen en de bush door komen ze weer. Oh, voor de box. Gaat ze dit lukken? Gaat ze dit lukken? Kom op, Luxie. Oh, kijk toch. Luxie lukt het ook nog. Goed zo. Over de stoel. Heel goed. Ja, aan de kant jongens, dan kan ze erbij. En dan over de bank heen. Ja. Goed zo. Ging goed, liefie. Heel goed. Er was net geen krokodil in het water. En dan over de bank. Over de... Ja, daar ging jij ook al bijna, jongen. Daar ging jij ook al bijna. Ja. Over de pizzapunt, toch? Luxie, kom je erbij? 1, 2. Gaat Luxie. Oh, ik zie. En dan lopen. Oh, de stoelen. Nee, Lucilla is nog een eentje gevallen. Heel goed. Ja, gaan we hierheen. Dan denk Lucie nu. Goed zo, Luxie. Heel goed. Ja, Woezel is eronder aan liggen. Woezel die speelt voor de krokodil. Maar daar ligt een echte krokodil. Oh jee, oh jee. Daar moeten we onderdoor. Onder de krokodil door. Ja, daar komt Lucilla ook aan. Ja, dan moet je heen en weer steppen. Dan moet je wachten op elkaar. Ja, daarop. Ja, Luxie. Zullen we eerst gaan? Ja, en dan hebben we hier. Luwa gaat met de step. Luxie klimt nog over de krokodil. Goed zo, Luxie. En dan daar moet je even wachten. Het volgende stationnetje. Ja, oh ja, ik moet even de step terugbrengen. Oké. Is het weer even het wachtstationnetje? Ja. Oké, nou. Dan brengen we de step er even terug. Zo, dan gaat Lucilla op de step. Dan gaat ze daarheen. Om de keukenblok. Dan daar langs, daar naar Luan toe. En dan brengt mama de step er even terug. Kijk eens. Maar mam, jouw is lager. Moet hij lager? Ja. Oh. Zo of nog lager? Ja. Zo? Oké. Okay. Nou. En daar gaat Luxie. Op de step. Op de step. Ik ben zo blij dat ik hem heb. Ja. Hé, hey, op de step, op de step. Ik ben zo blij dat ik hem heb. Tudududu. Je kent dat liedje nog? Oude zonder ons? Ja, zuster, nee, zuster. Op de step, op de step. Weet je hoe tijd dat ik kom? Ja, niet uit hoor, daar ligt een hele gevaarlijke leeuw.
Ja, dat is er ook. Nou, en dan gaan we naar het volgende parcours. Wat gaan we hier doen? Hier. Oeh. Nou, Luxi, zet hem op. Zet hem op. Oh. Oh. Voorzichtig, Luxi. Ja, die zijn iets te klein voor haar beentjes. Ja. Goed zo, Luxi. Over de bank. Ja, daar gaat ze. Ja. Over de tafel. Nee, niet over de tafel. Hier, zo. Nee, ja, overheen. Over de poef. Ja. Over de tafel. Kom maar. Handje. En twee. Op de dek. Goed zo. En dan op de stoel. Ja. En op die. Ja, goed zo. En op die. Allemaal kussens. En dan zijn we weer hier. Hé, hey, kijk wie hier nog staat te dwalen in de jingle. Hij staat hier rondjes te dwalen. Dat is een loopwagentje. Kom maar jongen, ben je erbij? Nee. Die kant dan op, hè? Ja. Kijk, en nu komt het laatste gedeelte van het parcours. En het laatste gedeelte, jongens. Daar gaat hij. Over de luchtbedden. Met z'n Luxi. Ja, kijk uit voor de krokodillen, hè? Die in het water zitten. Oh, ja. Goed zo. Ja. Ja. Op het eilandje. En dan daarover. Goed zo, Luxi. Helemaal de gang door, jongens. Hele oog of de boomstam. Zien we die zinnen. Kijk dan. Ja, de boomstam moet wel teruggelegd worden. Ja, voor je broer en je zus. Ja, en hier weer een boomstam. Ik doe het niet. Ja? Kom, Luxi, je kan het. Over de koffer. We hebben hier nog een koffer. Goed zo, Luxi. Je kan het. Broer, die helpt jou. En hier overheen, over de boomstam. Ja, goed zo. Ja, met de bootje naar de boomstam. Goed zo. Ja, Lucilla is al daar. Goed zo, Luxi. Dat gaat heel goed. Oh, kijk uit voor de rollen naar de boomstam. Over de koffer. Ja. Ja, goed zo. Op de kussen. In de ballenbak bootje. Oh jee, dat waren de ballen. Leon en Lucilla zijn al helemaal daar. Over de kleed lopen. Over de stoelen. Een kleine stoelendans. En wie ligt er hier nou op de grond? Wie ligt er nou op de grond? Is dat een... Is dat een... Hier? Ja. Ik hoop dat hij slaapt als je over hem heen loopt. Dat hij niet wakker wordt. Oh, wie staat er op mijn neus? Wie staat er op mijn neus? Wie is dat? En dan hier. Over de stoelen. De draaiende stoelen. Voor mijn bureau. Oeh, nou, ik zie. Dat is een grote stoel. Dat is een grote stoel. Ja. Kijk, en dan het einde is het zicht, Luxie. 134 meter verder. 134 meter verder en hebben ze hem gehaald? Ja! Nou, en nou weer terug. Ja! Ja. 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 Ja, leuk, Luxie. Ga maar weer terug. Luxie, kom maar weer terug. Ja. Ja? Zo mag Luxie nu voor. Ja. Nou, dan gaan ze hem ook nog terug doen. Zie je dat? Hé, hey. Oh, dan klimt Luxie eroverheen. Over de draaistoel. Naar de andere stoel. Goed zo, Luxie. Ja? Ja, toppie. Over de unicorn heen. Kijk uit dat hij niet wegvliegt. Over de beer. Kijk uit dat je hem niet wakker maakt. Hé, wie is dat? Goed zo. En over de stoeletjes heen. Hoppatee, je zit net even iets te ver weg van Luxie haar beentjes. Oh, daar ging je bijna. Lucilla, haar benen zijn wel lang genoeg voor de stappen te maken. Ja, dan gaan we weer door de ballenbak. Luxie. Luxie. Het bootje met de balletjes. En dan gaan we weer over de koffer. Ja, over de boomstam. Handig hè, dat daar een boomstam ligt. Hoef je niet door het water. Toch? Ja. Net echt. Zo door de jungle. Ja, oh, hou je vast. Hou je vast aan de... Oeh, kijk uit voor de koffer. Goed
Ruud, zo Luxie, varen naar de volgende boomstam. Ja, ze zitten samen in het bootje. Volgende boomstam. Hier, Kees. Ja. Goed zo. Ja. Ja, goed zo. Varen over de boomstam. Nog hier, kleine. Heel goed. Luxie, toppie. Heel goed, Luxie. Ja. En naar die. Ja, er komt Usse daar aan. Haalt ze het? Haalt ze het? En ja, ze haalt het net. En dan Luan nog. Dan komt Luan aan. Ze moet een aanloop nemen. Oh. Nee, hoor. Is een makkie. Kijk maar. Ja, wat ben je? Oh, en Luxie is er al. Zo, supersonisch snelle Luxie. Door de speelkamer. Weer door de speelkamer. Ja, over de ananas heen. Luan ook over de staart en over de ananas. Dan gaan ze hier weer door de speelkamer. Nu moet je hem andersom weer terug. Ja. En weer over de tafel. Over het poefje. Moet ik jou springen? Nou, Luxie springt. Goed zo. En dan weer over de kussens terug. Langs de konijnen en de gevaarlijke leeuwen. Daar lopen de twee. Kijk uit dat ze je niet pakken. Over de stoeltjes, Luxie. Luxie neemt hem met een doorweggetje, dat kan. Ze wil ook over de stoeltjes. Goed zo. Goed zo. Goed. Ja. En daar weer heen. En dan, oh, poef. Ja, toppie. En dan gaan we steppen. Luxie mag als eerst weer steppen. Ja, naar de overkant. Dan is weer voor Lucilla. Luxie wil kijken hoe jij ook gaat steppen. Nou, daar gaat Lucilla. Door de keuken. En daar komt ze weer uit. Weer terug daarheen. En Luan ook. Door de keuken. Ja, scherpe bocht. Hoe? Ging net goed. En aangekomen. Nee. Ben je verdwaald? En weer aangekomen bij de krokodil. En daar gaan ze weer. Hé, hey Luxie, deze kant. Die kant. Hierheen. Die kant. Ja, je zou bijna verdwalen in de jungle, hè? Ja, heel goed. En dan daar naar dat zwarte plateautje. Heel goed. Ja, en dan op de stoel. Klim maar op de stoel. Ja, daar komt Luan ook aan. Goed zo. Kijk dan. Gaat dat goed? Dat gaat goed. Helemaal goed. Goed zo. En dan hier weer. Komen we weer bij de pizza. 1, 2. Hoppatee. Over de pizzapunt. Ja, op de bank. Lusjes, die zit hier lekker. Hé, hey, jongen. Ja, huppelen over de bank. Goed zo, Luxie. Toppie, over de stoel. In de box. Moet ik een beetje dichterbij zitten voor jou? Kan je dat? Kijk eens, dat gaat hartstikke goed. Goed zo. En dan van die in. Oh, jullie moeten niet in die tas gaan staan hoor, jongens. Dat houden jullie niet. Ja, goed zo, Luxie. Ik heb je. Goed zo, en dan daar op die poef. Nou, ziet er inderdaad heel splitachtig uit. Ja, en dan daar overheen. En dan hier weer tussendoor. Nee, daar tussen de bush. En dan komen ze hier weer uit. Over de stoelen met wieletjes. Voorzichtig. Voorzichtig. Ja, ja, die rijden. Ja, goed zo. Over de tafel. Ja. Ja. En dan weer voorzichtig hier overheen. Mama heeft er vast. Ja, kom er maar weer overheen. Heel goed, Luxie. Toppertje. Kijk, daar gaan. Slim er maar overheen. Ja. Ik ben voor. Ja, nou zit jij voor. Daar gaat de Cilla. Ja. Ja, kijk. Nou, de meisjes die zijn weer bij de finish. En de laatste grote broer nog. Ja? Alsof je boven een ravijn gaat. Nou, ik zit op de best één. Mam, met mij. Ik zit ook op mijn knieën. Ik zat hieronder.
Zodat ik jullie kan opvangen als er wat gebeurt. Ik doe het lekker. Nou. En dat was het weer, jongens. Dat was hem. Wat een avontuur, hè? Hé, hey, ach, Lucilla, die gaat nog een keer. Ik ga weer van aan de baan. Ja, oké. Okay. Nou, succes dan, hè? Jij ook weer? Dat is een goud. Nee, ja. Nou, je hebt een mooie baan opgebouwd voor vandaag. Kunnen ze de hele dag lekker mee spelen? Alleen deze moet er even bij blijven. Heel goed, Luxie. Over de tafel weer. Nou, wat vond je ervan, kerel? Ja, was wel leuk. Ja. Lekker baantje zo, hè? Alsof we in Monkey Town waren. Ja, precies. Oh, kijk. We hebben een kleine opstopping gekregen. Deze jongeman. Die kan zelf lopen met zijn loopwagentje. En die heeft de pizzapunt aan de kant gaan lopen. Nou, gaat uw gang. Oh. Wat was dat nou? Wat doet jouw zusstem? Liefie. Terwijl Luan en Luxie daar nog even verder aan het survivalen zijn, is Pip hier op dit kussen komen liggen. Hey Pippi, wou jij ook even survivalen over de apenkooibaan? Ik ga het niet. En dan moeten ze over jou heen springen, hè? Ja, zie je dat, jongen? Moeten ze over jou heen springen. Nou, Lucilla gaat hier nog even verder. En Luan en Luxie die gaan hier nog even lekker verder. Nou, dat is best wel een leuk parcours zo, hè? Ja, kom maar. Goed zo, Luxie. En je om de muur heen. Ondertussen Lucius even lekker drinken. Ja. Of niet? Hij is zo afgeleid. Nou, zijn in ieder geval de andere kinderen nog lekker met de stormbaan bezig. Ja. Ja, Pip ligt op het kussen. Dan moet je over Pip heen springen. Hoort ook bij de hindernis. Het is de beurt aan mama. Ik ben nieuwsgierig. Mama gaat ook. Goed? Maar ik dan eerste. Wil jij eerst? Ga ik jou achterna. Ja? Dan weet ik precies wat ik moet doen. Nou. Ja, Luan en Lucilla die staan ernaast. Die houden de plank goed vast. In principe is het wel oké, okay, maar... Hè? Mocht het een beetje wiebelig zijn. Goed zo, Luxie. Nou, daar komt mama, hè? Even een disclaimertje voor alle kids die dit kijken. Doe dit vooral niet na thuis. En doe dit ook niet zonder je ouders. Want dat mogen Luan en Lucilla en Luxie ook niet zonder mama. Oké. Okay. Mama. Huh? Mama, ga eraf. Wacht even, hou vast, hè? Ja, Lucilla, hou even vast. Oh, mama. Niet bewegen. Als hij gewoon niet schuift. Kijk. Ja. Mama heeft hem gehaald. Yes. Ja, we gaan verder. Oh, mijn hoofd. Lamp. En dan vanaf de tafel in de stoelen. Op wieltjes. Zo. Ook ja, de stoelen hebben wieltjes. Dat maakt het juist extra spannend. Ja. Oeh. Mama, ga je ook nog in de box? Ja, die box houdt me ook. Ik ben al vaker in die box geweest om die vlaggetjes op te hangen. Oh, zo. Nou, dan gaan we door de jungle heen. Ja. Nu doen we de bush. Ja. Oh. Ja. Gaan we hier weer doorheen. Nou. De box. Het scheelt dat ik langere benen heb, hè? Ja. En hier. Zo. Kijk. Ha, volgens mij hebben we het pittige stuk gehad. En hier. Ja, dan ging de krokodil. Die beet in je bil. Nee, hoor. Oh. Ja, ga maar Lux. Daar gaat Luxie. Mama ook. Ik zal niet zo hard springen. Dat is hij meteen lek. Zo. Gaan hier overheen. Ja, goed zo, Luxie. Ja, heel leuk dit.
heel leuk. Waarom niet dit? Ja? Gaan we hier langs. Hallo, busjes. Busjes. Hier overheen. Hier overheen. Woeh, woeh. Over de krokodil. Ja. 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 Daar is de step. Daar gaat Luxie. Steppen. Dan steppen we hier naar de speelkamer. Ja. Oh, pupje, pup. Pup is, dit denk ik, mijn kleed is weg. En die ligt hier. Nou, dan gaan we over de stoeltjes. Zo. Ja, over de kussens. Over de stoeltjes. Over de bank. Hoppatee. Hier overheen. Over de tafel. Over deze stoel. Die kussen. Ja. Zo. Ja, dat was een tafel. En nou, ja, daar komt de gang. Het laatste gedeelte. Over de ananas. Gaat het lukken? En ja. Zeven met de pin. Over de arbei. Ja, over deze, die lek is. Oh, deze. Is ook lek. We waren allemaal al lek hoor, jongens. Even kijken. En de boomstam. Ook lek. Ja, oh. Over de boomstam. Nee, je moet zo. Oh, de boomstam. Ja, oh, die moet zo. Oh, sorry. Je moet de verkeerde achterkant spelen. Zo. Het ziet ook super mooi uit. Oh. Nou, over hier overheen. Kussen. Ballenbak. Deken. Ach, dan komen we bij de stoel. Nog een stoel. Hier, de beer. Heel zachtjes op de beer. Sorry, meneer de beer. Sorry, mevrouw unicorn. Stoel. Nou, die draaistoel. Kan ik beter zo even doen. Woehoe. Ja. Yes, jongens. Het einde is in zicht. Ik heb hem volbracht. Joehoe. Ik hou de meisjes ook aan. Hé, hey, jongens. Wat top, meisjes. Goed gedaan. Hey, jongens, en heerlijk. Met het zonnetje in ons gezicht zullen we zo even lekker naar buiten gaan. Even met papa kijken. Even een beetje afkoelen van het klimmen en het klauteren als aapjes. Kom, dan gaan we dit straks nog papa laten zien. Gaan we straks op. Gaan we eerst even lekker een frisse neus halen. Goed? Goed zo, Luxie. Luxie is er ook. Ga je mee? Gaan we even lekker naar buiten toe. Ik zit nu lekker op het terras. Nou, hier. Het zonnetje schijnt lekker. Zo. Ik heb een stroopwafel meegenomen. Dus dat is lekker genieten. Noortjes zijn ook buiten en mama komt er zo aan. Weer eventjes lekker buiten. Heerlijk fris. Met het zonnetje in ons gezicht. Ja, het is glad hè. Ja, ja, dat is glad. De vijver. Dus even kijken hoe het is met het water van de vijver. Het is niet meer bevroren. Maar het is nog wel heel vies. Ik kan zien dat het was bevroren. Ja, ja. Dan kon je met hele kleine schaatsjes erop schaatsen. Nee, zo diep bevroren is het nog niet geweest. Maar het was wel bevroren van de week. Waar is papa, jongens? Ik heb het dan. Die zat toch op zijn grasmaaier? Luxie heeft een fietsje gepakt. Een loopfietsje. Pas je daar nog op? Moet eens kijken hoe groot je bent geworden al. Die is nog van Luan geweest, maar... Die kan straks zo door voor Lucius. Tien, kijk dan. Grote benen. Ik ga samen met Lucilla schommelen, hè? Een duwe schommel. Ik ga hier erbij zitten. Op. Zo. Dat is lekker, hè? Ach, dat mutje, dat wordt gewoon ook te klein ook. Zo'n groot hoofdje. Ja. Hé, hey, papa. Waar was je? Zit je in de garage? In de voortuin. Oh, in de voortuin. Hé, hey, dat is lekker, hè? Wee. Wee. Dat is mooi. Schommelen. Het is schommelen. Voel je dat in je lichaampje? Voel je dat in je lichaampje? Ja. Gaat het goed, Sil? Ja.
Lekker, hè? Nou jongens, heerlijk even lekker schommelen. Zo, nou, ik heb heerlijk de oprit lekker schoon geblazen met de hoge blad. Blazer, gras gemaaid voor, gras gemaaid hier. Nu al zei al, dat hoeft er pas in april, mei. Maar ja, volgens mij laag ik zoveel takjes op. Ik zie weer mooi helemaal egaal geworden. En intussen tijd is mijn kroos ook naar buiten gekomen. Nou, hier zitten ze jongens. Knappen die touwen niet? Ja, die is geknapt. Maar deze knapt nog niet, denk ik. Hè? Familieschommel dit nu, hè? Zo, hoe zal hij het houden? Als ik erbij op kom, niet, denk ik. Ja. Oh, ja, hey, maar weet je wat ik ga doen? Op die schommel moet je niet gaan zitten. Hey, weet je wat we gaan doen? Deze schommel, die, gaan we vervangen voor die van Luusjes. Voor een nieuwe? Nee, die Luus die had. Nee, dat is zo'n plastic gekleurde. Nee, die houten. Van ons oude huis. Veranda, ik kan Lissies dan mooi van de zomer eens gaan beleggen. Ja, heb je het ook lekker hoor. Ja, oh, en dat was een houten gekleurde. Ja, weet je dat ook? Die houten vierkante. Ja. Ja, dat heb je nog in de garage. Nou, lekker schommelen. Teuntje ligt weer mooi bij, toch? Er lagen zoveel takjes, dus ik ga het gewoon maaien. Pak tak, Lissie. Pak tak. Oeh. Ja, goed zo. Pas op hoor. Wie in het gezichtje komt van mama Lissies. Oeh. Goed zo. Hondenzakkerbaantjes. Nou, schommel nog even lekker door. Kijk, zonnetje erop. Oh, dat is toch genieten, hè? Als de tuinman dit dan zo ziet, dan denk ik, ja. Zo had ik het in gedachten. Maar, als ik dan weer dit zie, dan denk ik, oeh, hoge druk, spuit pakken. En dan gaan schoonmaken. Maar, daar moet ik nog even wat mee wachten. Want, de les van de vorige keer is, als ik het nu ga hoge druk spuiten, ben ik in eind maart, april weer de sjaak, dan is het weer groen. Dat had ik in de vorige keer gedaan. Dan denk ik, oh, in februari. Hoge druk spuiten toen in ons oude huis nog. Het was in april weer gewoon. Dus dat laten we nog maar eventjes zo blijven. Ah, Woezel op de trampoline, Woezel. Wat is die jongen? Mooi gemaaid, hè? Lucius is weer lekker in slaap gevallen. Ja, groot gelijk heb ik hem. Ja. Zo is de zondagmiddag weer bijna nabij. Gaan we even lekker hapje eten maken. En weer lekker chillen. Dus vond je het weer een leuke vlog? We doen even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En wij zien jullie graag morgen weer in een nieuwe vlog. Dan gaat de homeschooling beginnen. Tot de bellies, tot morgen. Volg je hart, kom mee. Wees lekker met ons mee. De hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, kom mee. Geniet je echt het meest. Dan samen uit je